En de wrakstukken van de sinds 2015 vermiste helikopter van HiJet zijn gevonden in het bos in de omgeving van Achoni in het district Sipaliwini. De helikopter raakte in mei 2015 vermist toen het stembureau materiaal moest vervoeren naar het binnenland. De wrakstukken zijn gevonden door medewerkers van een Maleisisch houtkapbedrijf. HiJet-directeur Gerald van Embrix is samen met leden van het directoraat Nationale Veiligheid onderweg naar het gebied. Politie-inspecteur Omar Terborg, die ook een functionaris is van het directoraat Nationale Veiligheid, bevestigde de vondst van de helikopter. Hij gaf aan dat aan de hand van de beelden die zij hebben gezien, het voor 95% zeker is dat het gaat om de vermiste helikopter. Er is nog geen informatie over de twee inzittenden. Terborg wilde niet meer vertellen, omdat het onderzoek bij de politie van Brokopondo ligt.